Goeiedag allemaal. De afgelopen week kenmerkt zich vooral door activiteiten in het weekend. Zaterdag mocht ik samen met de collegeleden helpen aan de actie Huizen Schoon, die een groot aantal mensen op de been bracht. Nou, en dat gelet op het weer viel me dat 100% mee. Niet alleen was de klimaatburgemeester er ook, maar ook de kinderburgemeesters die ook oog hebben voor het klimaat. Kortom, met z'n allen vuil ruimen zo langs de struiken, in het water en in de omgeving van het centrum. En, zoals u heeft gelezen, dat bracht een behoorlijk resultaat op. En het is ook goed werk om te doen, want je ziet het resultaat onder je ogen zichtbaar beter worden. Aansluitend mochten wethouder Boom en ik naar de aanloophaven om daar met de Vereniging van de Brugwachters het jaar te starten door het openen van de brug die daar wordt bediend. Maar natuurlijk was er nog veel meer, zoals pannenkoek eten en ga zo maar door. Ook ondanks het weer heel gezellig om te zijn en vooral veel enthousiaste mensen te spreken. En zondag hadden Jannie en ik een 65-jarig huwelijk waar we op bezoek mochten en natuurlijk ook een taartje eten. Ook dat was een ontspannen bezoek, want zo leer je huizen nog veel beter kennen. Tot de volgende keer.